Welkom bij een nieuwe aflevering van Wildlife Afrika. Vandaag trekken we naar de Oost-Afrikaanse Riftvallei, waar we twee iconen ontmoeten van de savanna: de Filipijnse kakpauwoog en de bruislak. We zijn vertrokken op onze tocht doorheen de savanna. Plots stuiten we op een pièce unique in de grasvlakte. De Papua-Nieuw-Guineese tondelzwam. Deze fungi is de giftigste in zijn soort. Daarom mogen we hier niet te lang blijven staan en trekken we verder. Eenmaal aangekomen aan het bombastische Victoriameer, zijn we verbijsterd en verwonderd door de prachtige, toch wel iets nonchalante fauna en flora. Plots krijgen we een van moeder natuurs wonderen voorgeschoteld. Het ongeziene, ondenkbare, utopische Listodewoud. We krijgen een krop in de keel. We zijn euforisch, want dit is de meest gekende habitat van de Filipijnse kakpauwoog. We trekken verder en we zien restanten van een oude menselijke beschaving. Compleet vernield, uitgeroeid door de Filipijnse kakpauwoog. Er breekt een tropisch onweer uit. Onze tocht wordt gepauzeerd om even te gaan schuilen. Niet veel later, extase alom. Daar op een tak verscholen ziet hij. De Filipijnse kakpauwoog. Hij maakt angstaanjagende geluiden, want hij weet dat er indringers zijn. We zijn op onze hoede. Een kure Taiwanese ossen graast rustig wanneer het plots gevaar dreigt. De Filipijnse kakpauwoog heeft zijn prooi goed in de gaten. De kudde is hier van heel klein bewust, maar eentje neemt toch de benen. Onze tocht gaat verder, doorheen wouden, paden en savannes. Wanneer ons scherp arendsoog plots op iets eigenaardigs stuit. Het zijn de uitwerpselen van onze goede vriend, de kakpauwoog. We merken karkasresten op van antilopes, koala's, giraffen en ja, zelfs aborigines. Uit wetenschappelijk onderzoek kunnen we afleiden dat de Filipijnse kakpauwoog een moeilijk verteringsproces heeft en dat een tweede exemplaar niet ver van ons verwijderd is. Luttele minuten later zien we de Filipijnse kakpauwoog. Hij is uit na een moeilijke maaltijd. Hier bij zijn geliefkoosde moeras. Onze tocht loopt op zijn einde, maar dan lacht het geluk ons toe. Daar zit ze dan aan de boom, de koningin van de savanne, de Koreaanse bruislak. Ons bezoek is ongewenst. Ze vertoont extreem agressief gedrag. We besluiten om onze plaat te poetsen en weg te gaan. Hier eindigt onze tocht.